Oeh, geweldig. Lang genoeg om nog even naar het theater te gaan, denk ik, of niet? Zeker. Dat hoop ik in ieder geval maar. De plek waar vertier is, waar je jezelf kan laten vermaken. Waar ja, je toch? De boel moet gaan beleven. Denise Gela, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. En dan gaan we naar het Voorhuis, Theater Het Voorhuis in Emmeloord. Want daar weet jij vooral van. Al die andere theaters ben je waarschijnlijk niet op de hoogte. Dus laten we het ook over het Voorhuis houden, inderdaad. Precies. Wat is daar allemaal te doen vandaag en de komende dagen? Vandaag hebben we cabaret op de planning staan. En dat is niemand minder dan Ryan Pandey. Die inmiddels natuurlijk best wel... Snel gegaan met hem, hè? Snel gegaan. Nou, hij heeft al best wel natuurlijk wat voorstellingen inmiddels gehad. Zijn vorige Trigger was best wel succesvol ook. En daar heeft hij ook echt wel, echt wel een naam mee gekregen. En natuurlijk zijn Netflix... Ja. Hij was een van de drie, volgens mij, cabaretiers... die voor Netflix ook een special mochten maken. Ja. En dus ja, inmiddels best wel goed aan de weg aan het. Nou, dat betekent wel dat iedereen een beetje vertrouwen in je hebt. Ja, zeker. Ja, zeker. Hmm. Want dus wat is zijn stijl? Kun je daar iets over zeggen? Want ja, de ene cabaretier is de andere niet. Ja, dat is een beetje lastig, vind ik altijd. Een beetje iemand daar echt te pinpointen van wat maakt hem nou zo uniek inderdaad. Hè? Wat kijk, inmiddels, ja, cabaret betekent natuurlijk ook een beetje scherpte. Een beetje ook bepaalde vragen aan elkaar stellen. Wat hij in zijn show nu focus doet, is ook een beetje zich bezighouden met de grote levensvragen. Daar probeert hij dan antwoord op te geven. Maar dat is natuurlijk een poging tot, maar niet daarin slagen. Dus daar probeert het publiek inderdaad ook mee te krijgen. Dus dat is een beetje ook de focus van deze voorstelling. Ja, ik vind dat de knap van cabaretiers, dat ze je toch een beetje laten nadenken. Ja. Het is eigenlijk ogenschijnlijk allemaal humor en satire, maar er zit altijd een soort kern in dat je denkt van, ben er toch wel een beetje mee bezig. Ja, spiegel voorhouden vaak, van waar zijn we eigenlijk mee bezig als maatschappij en waar staan we? En vind ik ook heel belangrijk. Mensen inderdaad ook tot denken aanzetten. En dat, dat doet hij inderdaad eigenlijk ook vanavond. En daar is jullie zaal bij uitstek geschikt voor, want het is lekker dichtbij en warm. Ja. Absoluut. Nou, dat hebben ook alle bezoekers gedacht die vrijdagavond naar de kast toe gaan. Want dat is uitverkocht, hè? Is uitverkocht, inderdaad. Ja, op zich niet snap ik ook wel. Ja, het is 30 jaar jubileum en 30 jaar de kast. En dat is het hier en hier natuurlijk. Wel een wachtlijst, uiteraard. Dus mochten er toch nog plekken vrijkomen, dan... Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Hè? Okay. Dat kan altijd. Leuk. Zaterdag, dan in de polder, Drenthe. Ja, in de Polsgrenzen. Ja, hoe verzinnen we het? Ja, dat is eigenlijk een gastprogrammering, moet ik erbij zeggen. Dat is natuurlijk op zich wel even leuk om te benoemen. Dat we ook natuurlijk ons theater ook openstellen voor externe groepen. Voor mensen die ook gewoon... Amateurs, de semi-amateurs. Amateurs, inderdaad. Dus, en dit is inderdaad een gastprogrammering. Drents Vereniging. Die inderdaad een feestavond organiseren op zaterdag. Mm-hmm. En, dat is een muzikaal duo. Die dan ook sketches, conferences opvoert. En na afloop wordt er ook nog gefeest. Dus dat is op zich ook wel inderdaad interessant. Is het ook in het Drentse dialect dan allemaal? Zal wel, toch? Ja, dat zal wel inderdaad. Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk als ik het zo zie, er staat hier dat het een Achterhoeks muzikaal duo is. Maar het is georganiseerd door de Drentse Vereniging Nijlandschap. Dus wat daar dan precies de dialect, dat durf dat ik eigenlijk houdt een beetje in het midden waarschijnlijk. En het klinkt ook redelijk hetzelfde, Drentse en Achterhoeks, weet ik. Oosten, alles uit Oosten. Nee, zo spraak. Ik beledig zo niemand hoor trouwens. Zo praat ze niet allemaal. Ik vind het wel een gezellig taaltje, dialect. Gelukkig, maar ja, over het algemeen is het natuurlijk... Als mensen op hun gemak zijn, dan spreken ze in het dialect over het algemeen. Dus dat is wel heel iets moois. Opeens dan gaat dat knopje inderdaad om. Ja. Of hoe ouder ze worden, merk ik aan mijn eigen ouders... die tegen ons altijd in het Nederlands spraken... maar nu eigenlijk ook altijd tegen ons in het Drents. Mm-hmm. Dat was heel bijzonder, dat deden ze echt nooit. Want wij mochten geen Drents spreken, wat er ook gebeurde. En dat is gelukt. Ja. Maar ja, nu langzamerhand, nu ze ouder worden, is het alleen nog maar Drents. En wij begrijpen het uiteraard. Maar ik vind het een bijzonder fenomeen dat dat zo gaat. Ja, zeker inderdaad. Ja. Leuk. Goed. En dan hebben we nog de start van een bijzonder weekend. Ja. In januari straks, denk ik. Ja, hè? Het Nationaal Theaterweekend. Dat is een beetje in de vergetelheid geraakt, vind ik. Ja, had natuurlijk waarschijnlijk ook een beetje met corona te maken. Dat er destijds, januari was natuurlijk een beetje 2 jaar lang niet zo heel veel mogelijk. Maar daarvoor is het altijd heel groots aangekondigd. Door onder andere de Bank Giro Loterij. Absoluut, ja. Dat is nu eigenlijk ook, er zitten hier nog volgens mij een sponsor bij. Maar voorheen hoorde je ook echt commercials op radio, televisie. Werd het groots aangekondigd. Iedereen die wil voor een tientje of zo. Ongeveer die prijs inderdaad zo begon. Voorstelling. Het is er nog steeds. En de campagne is eigenlijk gisteren afgetrapt. Dus gisteren is de verkoop gestart voor het Nationaal Theaterweekend landelijk. Dus wij zijn inderdaad ook mee gegaan. En dat is eigenlijk het laatste weekend van januari inderdaad. En dan kun je voor een tientje naar een voorstelling. Dus dat is natuurlijk een beetje het idee erachter is om theater toegankelijk te maken voor iedereen. Ja. Dus eigenlijk voor een zacht prijsje aan te bieden. En dan ook mensen daar ook
kennis mee te laten maken. Precies. Want heel veel mensen zijn gewoon nog nooit in een theater geweest. Nee. Verbaas ik me soms over. Sommige theaters doen ook een open huis. Ja, dan mag je ook echt leuk. Ook over het toneel. En dan mag je bij de beroemde trekkerwand mag je kijken, die tegenwoordig geautomatiseerd is. Ja. Klopt, er vindt heel veel ramprogrammering plaats. Dus ze zijn ook vrij om daar een beetje eigen invulling aan te geven. En vooral echt de publiek kennis te laten maken met theater. Want laat je dan ook juist de wat meer algemene voorstellingen dan zien in zo'n weekend? Of doe je, gooi je het over een andere boeg en programmeer je juist de, toch bijzonder... Hangt een beetje ook van de programmeur, denk ik, af. Waar we zelf een beetje naar hebben gekeken is een goede mix van voorstellingen. We hebben muziek, cabaret en ook een jeugdvoorstelling in het weekend staan. Dus eigenlijk een beetje voor ieder wat wils. Dus voor gezinnen, maar ook gewoon mensen die gewoon juist een beetje muzikale invulling zoeken. Ja. Dus, maar dat is heel erg afhankelijk van het theater en wat natuurlijk ook beschikbaar is op zo'n weekend. Ja. Dat hangt, die er een beetje wil doen ook. Ja, zeker. Ja. Nou, de voorstelling kun je vinden op theater-voorhuis.nl en dan voorhuis met u. Y-krek, wat een raar woord is het eigenlijk. Y-krek. Ja. Maar als je lange ei zegt, klopt het ook weer niet. Griekse ei. Ja. Zo kan die ook nog. Dat is ook goed, we dwalen af. En er is ook een site volgens mij, hè? Nationaaltheaterweekend.nl. Klopt, inderdaad. En daar vind je alle informatie. En bij ons staat natuurlijk ook onze programmering op de site theater-voorhuis.nl. Goed zo. Dankjewel. Denise Gela, tot volgende week. Ja, dankjewel. Okay, tot dan. Ja.